Neem voor deze oefening plaats op een stoel met een rugleuning en een relatief rechte zitting. Schuif je billen ver naar achter en leun met je rug tegen de leuning aan. De rug is recht en er is sprake van een alerte en actieve houding. Je handen liggen losjes op de dijbenen. De voeten staan iets uit elkaar, plat op de grond, net voorbij de knieën en de onderkant van de bovenbenen rust op de stoelzitting. Druk beide voeten zacht tegen de grond en laat weer los. Het is alsof je je wilt afzetten naar achter, maar de voeten verschuiven niet. Herhaal dit een keer of vijf en merk op wat je handen voelen in je bovenbenen. Worden je bovenbenen harder, dikker? Komen ze wat omhoog met drukken en afzetten van de voeten? Stop ermee en zit even stil en je handen losjes op je benen. Hoe zit je nu? Wat valt je op aan je lichaam? Druk opnieuw beide voeten en laat weer los. Doe dit een keer of vijf. Wat gebeurt er nu in de rug? Wordt de druk van de rug tegen de leuning groter of minder groot? Wanneer de voeten druk geven op de vloer? Stop ermee en zit weer stil. Handen losjes op de benen. Hoe zit je nu? Wat valt je op aan je lichaam? Druk opnieuw beide voeten en laat los. 5 tot 6 keer. En let daarbij niet alleen op de bovenbenen en de rug, maar ook op de schouders en de armen. Merk op of bij het aanspannen van de bovenbenen ook de armen en schouders iets aanspannen of omhoog komen. Ga ook na wat er bij het loslaten van spanning in de benen met de armen en schouders gebeurt. Stop ermee en zit stil, handen losjes op de benen. Hoe zit je nu? Wat valt je op aan je lichaam? En hoe gaat het ademen? Hoe voel je jezelf? En hoe voelen je handen? Let nu eens op het ademen en volg het ritme. Verander het ademen niet en probeer niet goed te ademen. Volg
volg het natuurlijke ritme van je ademhaling. Druk opnieuw beide voeten op de grond en laat los. Doe dit een keer of 5. Op welk moment van het ademen ben je geneigd te drukken? Met inademen. Met uitademen. Of is dat wisselend? Adem rustig door de neus in en blaas zachtjes uit en druk tegelijk beide voeten. Ontspan je benen en je zitvlak helemaal en laat de lucht gemakkelijk binnenstromen. Doe dit een keer of 5. Stop ermee en voel hoe je zit en hoe je ademt. Ga de raakvlakken van je lichaam met de vloer en de stoel na. Het contact van je voeten met de vloer. En het raakvlak van je bovenbenen en billen met het zitvlak van de stoel. Het contact van je rug met de leuning. Ga met aandacht naar de ademhaling. Adem rustig door en volg de in- en uitademing. Merk je dat er een korte pauze is tussen de in- en uitademing? Ga weer met aandacht naar de ademhaling. Wanneer de gedachten of lichamelijke gewaarwordingen naar boven komen, merk ze op en ga vervolgens weer met je aandacht terug naar de ademhaling. Richt de komende 5 minuten het grootste gedeelte van je aandacht op de in- en uitademing. Richt een kleiner gedeelte van de aandacht op het opmerken van andere gewaarwordingen die spontaan opkomen, zoals gedachten, gevoelens en geluiden. Richt na het opmerken van een andere gewaarwording de aandacht elke keer weer op de ademhaling. De ademhaling wordt zo het centrum van je aandacht, waarna je terugkeert naar elke andere gewaarwording.
sluit op je eigen tempo deze oefening af en rek je uit wanneer je daar behoefte aan hebt. Ga voor jezelf na wat het verschil in stemming is in vergelijking met de periode voor je startte met deze oefening.